principe eigenlijk de kracht van het paard. Als eerste haal je het paard uit de box. Om het paard goed vast te zetten, zet je hem vast met de veiligheidsknoop. Deze voer je als volgt uit. Je haalt deze er doorheen en trekt hem aan. Trek hem hier ook strak aan, zodat het paard stevig vast staat. Je kunt de touw in één beweging losmaken als het paard in paniek raakt. Het touw moet op ongeveer deze lengte zijn. De hoeven hoor je te krabben op de harde gedeeltes van de hoeven, dus niet op de schaal. Je krabt van beneden naar boven, dus van je af, in de straalgroeven. En de rest van het vel kan je met de hoevenkrabber en met het borsteltje op de hoevenkrabber weghalen. We hebben begrepen dat je problemen hebt met het uitkrabben van de hoef van het paard. Een handige tip hierbij is om tegen de schouder van het paard aan te leunen, zodat het noodgedwongen het been zal moeten optillen. Als dit niet helpt, kun je hem bij zijn lok pakken onderaan zijn been. Dit herhaal je bij alle vier de hoeven. Hierna zet je het paard weer terug. Hopelijk heb je hier wat aan en mochten er meer problemen zijn, dan horen wij het graag en helpen je heel graag.